het kasteel Moermond bij Renesse op het eiland Schouwen is een voor ons land unieke school gevestigd. Jongens van 15 tot 20 jaar uit alle kringen van de maatschappij kunnen hier gedurende een maand een cursus volgen die beoogt karaktervormend te werken. De wijze waarop dit geschiedt is neergelegd in het devies van de school: sterker door tegenslag. De dag begint om 6:30, zomers om 5:30 met een grondige inspectie van de slaapzalen door de directeur. Judo neemt een belangrijke plaats in bij de lichaamstraining. Het lesrooster van de school is opgesteld naar het voorbeeld van de Engelse Outward Bound scholen, die in de oorlog jonge mensen geestelijk en lichamelijk weerstand trachten te geven om tegen zeer moeilijke omstandigheden opgewassen te zijn. De omstreken waarin het kasteel is gelegen lenen zich zeer goed voor de buitentraining, die de jongens leert allerlei hinderpalen te overwinnen. Het kruipen door rioolbuizen is een van de middelen om de angst voor afgesloten ruimten kwijt te raken. Het uitvoeren van opdrachten in ploegverband ontwikkelt initiatief en zelfstandigheid. De samenwerking in het overwinnen van hindernissen versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel en de sportiviteit. Een belangrijk hulpmiddel bij de karaktervorming is het aankweken van zeemanschap. De school heeft daartoe de beschikking over een zeewaardig zeilschip. Als de leerlingen eenmaal in staat zijn outward bound te gaan, oftewel het zeegat uit, heeft de opleiding zijn doel niet gemist. Het is een opleiding die probeert jonge mensen te wapenen voor de strijd om het bestaan in de harde wereld van vandaag.